Achter mij ziet u een mooie horizon. Een horizon die staat voor de toekomst. De toekomst van Flevoland. Laten we samen de kansen pakken die er liggen. Met u, met ons, met iedereen. Zo zetten we het komende jaar weer nieuwe stappen in de ontwikkeling van het mobiliteits- en infrastructuurtestcentrum in Marknesse. Dat doen wij samen met onze partners, de Duits-Nederlandse Windtunnel, waar ik nu sta, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Maar ondertussen werken we ook door aan de openstelling van Lelystad Airport. Namelijk de luchthaven waarover we afspraken hebben gemaakt met de Rijksoverheid en die zo belangrijk is voor de economische ontwikkeling van onze provincie. Grote ontwikkelingen die onze provincie juist nu zo nodig heeft. Ook in deze tijd waarin we zo getroffen zijn door COVID-19. Ook het komend jaar doen we als provincie er alles aan om onze ondernemers duurzaam te blijven ondersteunen. Zodat we samen met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. We werken naar steden en een vitaal platteland waar het goed wonen, werken en recreëren is. We willen daarbij speciale aandacht geven aan de verbinding tussen het stad en het buitengebied. Zodat alle inwoners zich ook verder kunnen ontwikkelen en we de leefbaarheid en de voorzieningen in het buitengebied op orde houden. Een andere verbinding waar we ons voor inzetten is die tussen drie unieke Flevolandse natuurgebieden. Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Door te investeren in Nationaal Park Nieuwland profiteert recreatie en de natuur. Door de toenemende dynamiek en diversiteit wordt de leefomgeving voor de dieren beter en er profiteert ook de mens van. Natuur is energie. En energie wordt steeds duurzamer. Samen met gemeenten, onze partners in de Flevolandse Energieagenda, gaan we ervoor zorgen dat iedere Flevolander kan profiteren van duurzame, betaalbare energie. Als provincie gaan we de aanleg van groene daken stimuleren. Dat doen we door een subsidieregeling waardoor groene daken aangelegd kunnen worden op huizen en gebouwen in Flevoland. Dat is goed voor de waterhuishouding, zorgt voor een comfortabel koelhuis in de zomer en is ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Zo gaan we werken aan de bouw van 100.000 huizen. Maar we gaan geen stenen stapelen, we gaan een samenleving bouwen. En er moeten vele voorzieningen voor op orde zijn. Onder andere basisvoorzieningen zoals infrastructuur. Maar ook de bereikbaarheid moet op orde zijn. En innovatieve bereikbaarheid zoals smart mobility helpt ons daarbij. Ook cultuur speelt een sleutelrol. Een museum van internationale klasse levert een bijdrage aan de economische, culturele en sociale ontwikkeling van Flevoland. Een eerste belangrijke stap is een kunstpaviljoen dat we op het Floriade-terrein gaan bouwen. En dat volgend jaar zal openen. Wat heeft Flevoland toch veel te bieden voor de recreant en de toerist? Zodra het weer kan, gaan we samen met gemeenten en onze toeristische bedrijven ervoor zorgen dat iedere toerist weer de weg naar onze mooie provincie kan vinden. Met al onze partners zijn we aan de slag om de economie van Flevoland te ondersteunen en vooruit te helpen. Dat doen we bijvoorbeeld met onze fondsen, door het stimuleren van innovatie en ondernemerschap, maar ook door mensen aan nieuwe duurzame banen te helpen, door te investeren in om- en bijscholing. Onze wens is dat er het komende jaar weer ruimte mag ontstaan. Ruimte om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld door sport. Maar ook ruimte om te kunnen genieten van de natuur en het verder versterken van onze biodiversiteit in Flevoland. Samen willen we ruimte maken voor de ontwikkeling van de inwoners van Flevoland. De stoel van de toekomst is een idee van Jan Terlouw en staat als symbool voor een duurzame toekomst. Daarom gaan wij als college bij elk besluit wat we nemen deze stoel een plek geven. Want aan tafel moet de toekomst kunnen aanschuiven. We gaan als provincie dan ook bij alle besluiten die we nemen, bijvoorbeeld over de woningbouw, denken aan een duurzame, natuurrijke leefomgeving. Flevoland is begonnen met de pioniersgeest. En laten we de kracht van die geest overtillen naar de 21ste eeuw. En met dezelfde elan en dezelfde ambitie weer verder bouwen aan onze toekomst.